Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte. Nou, deze video heb ik op moeten nemen opnieuw. Want inmiddels is het weer gelukt. Maar mijn telefoon, die heb ik vrijdag begeven. Mijn telefoon is kapot. En ik ben dus mobiel even niet bereikbaar. Sommigen hebben mijn zakentelefoon. Ja, die ga ik niet aan iedereen geven. Maar ik ben alleen nog op de telefoon, op de mobiele telefoon van mijn werk ben ik nog bereikbaar. Nou, dat had ik dus opgenomen. Inmiddels doet hij het weer. Ik heb gewoon het hele weekend heb ik gewoon afgewacht. Langzaam leeg laten lopen. Ik kon hem ook niet openmaken, want dan heb je weer zo'n klein pinnetje nodig. Die had ik niet meer. Dus ik heb de batterij heb ik helemaal leeg laten lopen. Dat de accu helemaal leeg is. Dat de telefoon vanzelf uitgaat. Toen dacht ik bij mij van, nou, misschien is er nog een kansje dat, dat hij het doet. Dat ik dat hij gewoon even opnieuw gezet moet worden of zoiets. Nou, gedaan. En hij doet het momenteel weer. Hij doet het niet echt heel erg best. Ik heb af en toe nog wel eens problemen. Ja, mijn scherm is kapot. Want ik had hem toen een paar dagen geleden, had ik hem. Hij lag nog in de auto, was ik vergeten. Terwijl ik hem uit de auto haalde, toen viel die. En waar ik mijn auto parkeer, dat is allemaal grind, is dat. Dus ja, hij viel precies met het beeldscherm op het grind. Ja, kaduuk, jammer. Dus dat is wel even balen. Dus in ieder geval, eventjes. Ik moet er nog even voorlopig even mee doen. Ik ben vrijdag nog naar de winkel geweest. Want pas over 18 dagen kan ik pas mijn telefoon verlengen. En dan heb ik ook weer een nieuw toestel. Dus binnenkort weer een nieuwe telefoon. Dus dan kan ik weer, gelukkig in ieder geval, ben ik weer mobiel bereikbaar. Misschien, uiteraard denk ik ook wel weer dat er met die nieuwe telefoon ook wel weer een paar vlogjes worden opgenomen. Met deze telefoon heb ik ook natuurlijk heel wat vlogs opgenomen. En ja, het is nou eventjes. Ik hoop dat het 18 dagen. Dat hij het volhoudt. En dan gaan we later wel weer zien wat het wordt. In ieder geval, als jullie dit kijken, dan zijn er alweer een paar dagen af. Het is in ieder geval. Is het aanstaande dinsdag over 2 weken. Dus dan kan ik een nieuwe mobiel halen. Dus dat ga ik dan maar doen. Voor Jan Lul naar de winkel gaan. Ik heb wel een hele mooie Samsung gezien. De nieuwste. Die ga ik er waarschijnlijk halen. En dan ben ik in ieder geval weer mobiel bereikbaar. Dus als je mijn mobiele nummer hebt. En je krijgt niet gelijk reactie. Dan kan het of zijn dat ik hem nog niet gelezen heb. Of mijn telefoon die heb weer de geest gegeven. Als die een tweede keer de geest geeft. Ja, dan houdt het echt op. Ik ben momenteel even mobiel, even beperkt eventjes. Dat heeft dus alles te maken met die kapotte telefoon. Ik hoop dat het over 2 weken opgelost is in ieder geval. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was weer even een kort vlogje. Ik zou zeggen jongens, doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal, druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is, dan krijgen jullie gelijk even een notificatietje dat er weer een nieuwe video of livestream is. En dan spreken jullie allemaal weer. Groetjes van deze kant. Tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.